Gary in de pacemaker schalt uit de speakers als SC Heerenveen en FC Twente het veld hebben betreden in de Grolsvesten. Zaterdagavond, 9 uur, handschoentjes bij Czerny. Het is frisjes. De opstelling van Twente met een basisplaats voor Samsted, die Brunet vervangt, die disciplinair geschorst is. Max Bruns is de oplossing voor de geschorste Zerouki. En Cleonice speelt vanwege ziekte bij Misicjan. En ook Stijn start. En de toch behoorlijk gewijzigde opstelling bij Heerenveen. Linksback, Kaip keulert er helemaal niet bij. En dan op het middenveld Van Amersfoort terug in het elftal. Dat gaat ten koste van Alhadj. En voorin Nunnely wel. Kalsbak vervangt Van Hooijdonk. Bovenbeenblessure en smaakmaker van de laatste weken. Sarawi is er niet bij in het elftal van Kees van Wonderen. Hij op de bank. Hier ziet u hem. Wel fit genoeg om in te vallen. Colin Saint start, de Belg in plaats van de Noor. Smal. Bogdanović werkt weg. Dit is Kalsbak. Laten vallen. Het is goed gedaan. En nu naar de linkerkant de bal transporteren, want daar ligt de ruimte. Ingegrepen, maar niet opgelost het probleem. Sterker nog, het wordt eigenlijk alleen maar groter voor Twente. Zijn het Kaip, daar eindigt het mee. Deze uitbraak van Heerenveen. Hier zitten er een hoop die vanavond wel mee hadden willen doen, maar niet mogen. Zerouki geschorst, letterlijk geschorst, want te veel gele kaarten. Brunet disciplinair geschorst. Door Jans. Czerny. Samsted. Lekkere bal, daar is Van Wolfswinkel. Maar die wordt goed verdedigd ook. Door Bruma. Een verdedigende actie om je vingers mee af te likken. Want Van Wolfswinkel had de trekker al overgehaald. Prima voorzet. En dan valt hij daar voor Van Ewijk. Ja, die is wel eens vaker trefzeker geweest dit seizoen, maar dat toch meestal met zijn rechterbeen. Colassin. Voor de zekerheid duikt Oenestal. Van Wolfswinkel. Stijn. Terug naar Van Wolfswinkel. Die bal stuit het lekker. Het schot is wel niet zo fijn. Maar Ricky van Wolfswinkel. Hier is Kuip weer. En Oenestal kan de hoekschop niet voorkomen. Het doelgebied van Oenestal, daar is het druk. Daar moet de bal er ook komen. Die komt daar en die gaat erin. En zo leidt Heerenveen met 1-0. Prima variant van Heerenveen door die bal te verlengen. En dan hopen dat er iemand die bal aanraakt. En dat is Hilgers. Het is Hilgers, het is een eigen doelpunt. Wat tijd. Czerny. En dan valt hij voor Stijn. En is het niet 1-1. Omdat Stijn de bal toch best wel hoog overschiet. Het kansrijke positie. Hangt te veel achterover. Ja, het is eigenlijk ongeveer voetbalregel nummer 1. Hier leert hij even over de bal. Smal. Cleonice.
Smal. Breed gaat er op Czerny. En die heeft de tijd om een ploeggenoot uit te kiezen. Dan is dit een voorzet die behoorlijk wat te wensen overlaat. Czerny richting de tweede paal. Want daar staat de Prupper. En eindelijk weer een goal uit de corner. Zorgen bij Heerenveen. Duidelijk zichtbaar het bloed in het gezicht. Wat is daar dan gebeurd? Mooi gedaan door de aanvoerder van Twente. Die na zijn kopstoot nog met zijn arm zo te zien Bokniewicz veld. Zit hem niet mee wat dat betreft. Joost van Aken neemt zijn plaats in. Smal. Lekker gedaan. Doorvlap. Czerny. Czerny. En daar komt Van Wolfswinkel een kruin tekort. Prima aanval van Twente. Doorvlap. Die het goede voorwerk verrichtte. Overzicht bewaard. Czerny met de actie. Van Wolfswinkel komt wel aanvliegen. Maar blijft vliegen door het luchtledige. Voor een beroerde bal. Ja, waardeloos. Maus lost het op. Ik snap ook niet dat Bruma dit zo afhandelt. Heerenveen komt met de schrik vrij. De vraag is hoe lang? Want hier is de volgende gelegenheid. Stijn op de uitlopende Bruma. Olsson. Colassin. En daar is Van Amersfoort. Die schiet hem tegen de hak van Karlsbekken. Van Amersfoort. Karlsbek. Karlsbek. Interceptie is van Prupper. De herkansing voor Van Amersfoort overgejaagd. Ugalde komt voor Cleonice. Ugalde die nog scoorde in een oefenwedstrijd deze week tegen Heracles Almelo. Ugalde, dan is het sprinten geblazen. Pikt Ugalde op na glijpartij van Bruma. Ugalde heeft de tijd en rond het af. 2 minuten en 30 seconden. Na zijn entree maakt hij zijn tweede van het seizoen en zet hij Twente op een 2-1 voorsprong. De glijpartij van Bruma maakt het mogelijk. Wint eerst dat kopduel, dat is al belangrijk. En dan, ja, het gaat over glijden en glibberen in Heerenveen deze dagen. Maar dat heeft te maken met het WK schaatsen, niet met voetbal. Van Stijn, Van Wolfswinkel. Czerny biedt zich aan. Het gaat naar Czerny. Goed uitgespeeld door Twente. 3-1. Zoals je net op een trainingsveld uitstippelt, uittekent. Zo voeren Van Wolfswinkel en Czerny het uit. Deze bal van Stijn zet het op. En kijk waar Czerny vandaan komt. Van Wolfswinkel trekt hem perfect terug. Buitenkantje voet van Stijn. Altijd extra applaus daarvoor. Eén keer kijken. Hij weet als geen ander waar een spits zou moeten lopen. Ja, Czerny neemt die rol keurig waar. Mooie goal Twente. Slim gelopen door Van Ewijk. Aanname uithalen. Prachtige goal zeg van Heerenveen. Dat dus heel snel in ieder geval weer een aansluitingstreffer maakt. Vormgegeven door Tahiri. Afgemaakt door Van Ewijk. En ook hier weer geweldig hoe hij zich daar vrij loopt. Mooi goal, Heerenveen. 3-2. Strakke voorzet en die valt goed. De kans op de 3-3.
benut. En daar baalt Corazin zichtbaar van. Smal. Oeh, dan krijgt Ugalde zijn volgende goal in de schoot geworpen. Maar nu wordt hij voorkomen. Goed werk van Aken. Die daarmee de misser van Kuip onschadelijk maakt. Daar staan er toch twee vrij van Heerenveen in. Het zijn het. Gedropkikt door Kuip. Ook Twente is kwetsbaar vanavond. Zoals Twente eigenlijk al de laatste weken kwetsbaar is. Czerny. Van Wolfswinkel, Vlap. Goeie bal. Van Wolfswinkel. Net te weinig krul. Om eindelijk weer een keer een goaltje te maken. Dat doet hij wel vaker tegen Heerenveen scoren. Scoren al 5 keer. Daar komt de Heerenveen alweer. Sarouin meegeven aan Van Amersfoort. Het is niet 3-3, want Oenestal blink maar weer een keertje uit. En deze bal moet natuurlijk altijd hangen. Veel te lief afgerond door Van Amersfoort. De bal werd geopend uit een hoekschop door Heerenveen. En het wordt ook 3-3 uit een hoekschop. Kuip met de 3-3. En die is zeker niet onverdiend. Hij staat vrij en knikt hem keurig binnen. Afgelopen spektakelstuk in de Grolsvesten. Tussen Twente en Heerenveen eindigt in 3-3. Daar zijn ze bij Heerenveen blij mee. Want de 3-3 valt heel laat. En dus de meeste tevredenheid aan de kant van de bezoekers bij Twente. Vragen ze zich af hoe ze een 3-1 voorsprong uit handen hebben gegeven.